Pim Koning, oud-voorzitter van VVK Spaaland, wordt de nieuwe voorzitter van de SVV. Gefeliciteerd. Dankjewel, Jan-Willem. Waarom deze stap, Pim? Ja, dat vraag ik me soms zelf ook af. Uh, we hebben gisteren een algemene ledenverhaling gehad. En uh, in mijn uh, betoog en mijn toespraak naar de mensen toe heb ik ook gezegd: als je mij een half jaar geleden had gevraagd. van joh, Pim, had je hier gestaan? Dan uh, uh, ja, had ik het zelf ook niet geloofd. Wat heeft je over de streep gehaald? Uh, vorig jaar. Na de vakantie gestopt met de VVK tot Spaaland. Na tien jaar had ik al zoiets van: joh, kan ik nog mijn enthousiasme en gedrevenheid bij de vereniging kwijt? Uh, ben ik in een rustige vaarwater uh, ter terechtgekomen. Uh, ik hoor mijn kinderen en mijn vrouw nog zeggen van: Pim. Jij mist wat. Ik zei, ja, dat klopt. Ik kan niet stilzitten. Ik ben in gesprek gekomen met de werkgroep van SVV. Van joh, Pim, heb jij er wel eens over nagedacht om bij SVV wat te gaan doen? Nou, dat was vroeger. Ja, wij zijn allebei van Hermes, was dat natuurlijk vloeken in de kerk. En dat heb ik gisteren ook gezegd. Maar ik denk: van joh, geef mij tijd om erover na te denken. En dan kom ik erop terug. En, uh... Wat is het eerste wat je gaat doen als je die beslissing voor jezelf genomen hebt? Uh, wat ik belangrijk vind, uh, SVV weer op de kaart zetten. Uh, Edwin Suttorp. De interimvoorzitter uh, heeft het heel goed opgepakt, vind ik. Alleen door interne zaken is het even wat anders gelopen. Maar uh, ik zou het zonde vinden van de zes verenigingen die we in Schiedam nog hebben. dat SVV gedoemd zou te zijn om uh, ja, te ontsnappen uit het Schiedamse voetbalwereldje. En dat zou ik heel zonde vinden. Wat zijn nou de grootste problemen die we spelen bij SVV nu? Nou, ik denk dat wat. Uh, we hebben natuurlijk uh, Hans, als, uh, die heeft 13 jaar voorzitter geweest, hè, Hans van Dijk. En uh, die heeft best wel wat op de kaart gezet. Die heeft op een gegeven moment ook gezegd: na 13 jaar, ik, ik stop ermee. Maar wat ik heel belangrijk vind, uh, dat heb ik gisteravond ook gezegd en zo heb ik me ook gemanifesteerd bij, uh, bij Ketel Spaaland. We moeten in eerste instantie weer beginnen om verbindingen met elkaar te zoeken. Je doet het met elkaar. Hè? Ik kan al voorzitter zijn geworden, maar ik kan het niet alleen. Je... Hoe reageerde men trouwens bij Ketel Spaaland op jouw mededeling? Nou, ik heb uh, over het algemeen uh, voor 90% positieve berichten gehad. En dat, dat doet mij wel goed. Uh, alleen wat iedereen wel een beetje berichten in zijn verhaaltje. Uh, Pim, wel heel erg verrassend. Ze had het niet verwacht. Nou, dan moet je dus zoals je zegt gaan verbinden. Je moet opnieuw beginnen. Uh, hoe ziet de rest van het bestuur eruit? Uh, heel goed. Uh, ik moet de mensen natuurlijk nog leren kennen. Uh, uh, wat mij gisteren al opviel toen we bij elkaar waren, dat we uh, heel kort bij elkaar zijn geweest. Maar ik merk nu al de saamhorigheid. En dat we met z'n allen de zin in hebben om wat te doen. Want wil je wat doen, dan moet je er ook positief in steken. En ik heb zelf altijd gezegd, als ik ergens aan begin, dan wil ik het goed doen. En als je dan ook nog eens een keer mensen om je heen hebt die zelf ook graag willen, luisteren naar elkaar, uh, er wat moois van willen maken, Ja, dan ben ik, uh, ja, ik ben daar heel positief over. Maar binnen een vereniging, dat weet jij beter dan ik, zijn er altijd diverse stromingen die je ziet en die je niet ziet. De vijfde kolom ook wel genaamd. Hoe ga je daarmee om? Nou, gewoon wat ik al zeg, verbinden en in gesprek gaan. Kijk, ik zal de vereniging moeten leren kennen. En ik sta er bekend om dat ik dat niet op afstand doe. Ik moet nou natuurlijk een iets langer fietsen in plaats van de Paland. Dat, dat is dan wel weer een tegenvaller. Maar ze zullen mij regelmatig zien bij de vereniging. Dat heb ik altijd bij Ketels ook gedaan. En zo kan je de verbinding. Zoeken. Doe je dat niet, Ja, dan is het een uh, gepasseerd station. Jullie zitten op een prachtig complex. Wel duur. Hoe staan jullie er financieel voor, Pim? Op zich uh, heel goed. Uh, daar was ik positief verrast over. He, want er werd natuurlijk... Uh, we hebben allemaal genoeg in de pers gelezen. He, we, he, SVV is natuurlijk niet meer de vereniging van vroeger. Ik, ik zal niet zeggen dat we met het huidige bestuur weer gaan klimmen. Dat we zeggen we gaan weer eerste divisie spelen. Maar we hebben wel ambitie. En uh, financieel gezond... Uh, uh, Marines die de uh, penningmeester was, die heeft het gewoon goed achtergelaten. We hebben nu een dame als penningmeester en uh, daar heb ik gisteren een goed gesprek mee gehad. Ik ben zelf natuurlijk ook een financial, dus ik ben ervan overtuigd dat we daar nog beter uitkomen dan we nu al zijn. Ten slotte, ja, het is een nare tijd. Coronavirus, stil complex nu. Uh, wat zijn de eerste stappen die je toch gaat zetten nu? Nou, de eerste stappen is uh, uh, te mij verdiepen in de, in de club. Kijk, iedereen kent SVV in Schiedam, hè, dus die verdiepingsslag hoeft niet gedaan te worden. Maar ik ga me verdiepen in de mens. Welke mensen lopen er rond? Uh, ik was positief verrast, de wat oudere leden, dat uh, uh, ze het heel leuk vinden dat ik dat stokje op wil pakken. Uh, dus in eerste instantie is uh, de vereniging leren kennen. En dan, je kan niet honderden dingen tegelijk doen. Dat doe ik in het bedrijfsleven ook waar ik werk. Van jongens, dit moet gebeuren, dit moet gebeuren. We moeten gewoon met z'n allen met het, en met het bestuur erbij een aantal prioriteiten gaan stellen. Van jongens, hier gaan we aan werken. En dan kan je ook als vereniging iets gaan vieren met elkaar. Want dat is het, hè. want er gaat, wordt heel vaak binnen een vereniging gezegd, dit gaat niet goed, dat gaat nou niet goed. Dat heb ik ook wat ketelspannen op meegemaakt. Maar het belangrijkste is dat we eens een keer onder de loep krijgen van jongens, welke dingen gaan er nou wel goed. Want je zit, wat jij zegt, op een schitterend complex. Hoe Bespreekbaar, en dat is de laatste vraag: is eigenlijk een fusie met HBSS? Want jullie wonen onder één dak, daar heb ik mezelf nog in verdiept. Moet ik heel eerlijk zijn. Ik weet nog goed in de tijd dat ik bij Ketel zat, zat, ben ik ook benaderd door HBSS om eens te kijken van hoe kunnen we wat flirten met elkaar. Maar het belangrijkste vind ik. Eerst eens denken over SVV. Want ik heb gisteren ook gezegd: het is niet ik SVV of jij SVV, maar het is voor SVV. Dus we gaan eerst eens gewoon goed alles in kaart brengen. van ja, hoe kunnen wij SVV weer op de kaart zetten. En het flirten met andere verenigingen, dat laten we nog even in het midden.